count on coin. Dead Island 2, Rick. Dead Island 2, wat een game. Wat een game. Wij hebben hem gezien. En wij zijn best wel blij met het uiteindelijke eindresultaat wat we hebben gezien. We hebben hem gezien, ja. Wij gingen hierheen met iets van, oh god, Dead Island 2. Ik was namelijk best wel redelijk fan van Dead Island 1. Toen kwam Dead Island Riptide, eigenlijk deel 2. En dat was gewoon precies Dead Island 1. En toen dachten we, oh god, Dead Island 2. Maar hij is echt super tof. Ze hebben echt dingen verbeterd. Vooral bloed. Ik heb bloed gezien. Heel veel bloed. Maar wat ook zo was met Dead Island Riptide, om het even snel te zeggen, het was gewoon een DLC. En dit is ook gewoon echt weer een volledig vernieuwde versie. Ik vond hem ook heel erg mooi. Hij zag er heel erg mooi uit. Misschien kwam het door de tv die er stond, maar het zag er echt super tof uit. Ja, wat deze game sowieso had, ze hebben eindelijk weer nieuwe characters. Namelijk in Riptide, dat is gewoon de characters van Dead Island gepakt. En nou hebben ze echt weer een hele nieuwe set characters. Je hebt een runner, iemand die heel snel is. Je hebt weer een berserk. Je hebt een soort van molotov man. En je hebt nog een guns. Een guns chick. Throwable, guns chick, melee en de snelle renner, toch? Ja, de snelle renner. Ja, ze hebben ook heel veel dingen toegevoegd. Wat in de normale Dead Island was, je kon echt alleen maar slaan. En nu hebben ze ook echt heel veel dingen toe. Als je remt en steekt, dan wordt het ook echt een steek. En dan als je springt, dan doe je waaah. En je kan natuurlijk ook weer op hoofden stampen. En dat levert ook weer de uiteindelijke gore op die we willen zien. Wat hebben we nog meer gezien? Eigenlijk gewoon precies hetzelfde, maar dan gewoon verbeterd in dat geval. Ze hebben ook goed afgekeken hoor. Dingen zoals van mensen van Dead Rising wel kennen. Van die kettingzagen echt. En heel veel messen in ieder geval. Gewoon gemotoriseerde messen waar benzine in moet. Dat hebben ze echt heel goed afgekeken. Super awesome is dat. Ja, en de auto's zijn natuurlijk ook terug. Daar hebben we helaas nog niks van kunnen zien. Maar ze zitten er wel in. En dit keer speelde het zich af in, wat was het ook weer? Florida? Los Angeles. Los Angeles allemaal precies hetzelfde. Of ligt Florida en Los Angeles? Allebei. Oké. Dan is het in ieder geval goed. En zeg maar, het is heel echt mooi en zonnig en het is gewoon echt het paradijs met zombies. Met zombies, ja. Met heel veel zombies. En dat was eigenlijk wel het vette eraan. Dus ik weet niet, heb je nou eigenlijk wat toe te voegen? Want dit waren onze eerste impressies. Meer hebben we eigenlijk ook niet kunnen zien. Als je de vorige Dead Islands leuk vindt, ga je deze helemaal leuk vinden. Dat wil ik zeggen. Ja, en er staat een nieuwe gameplay trailer, als het goed is, nu online. Als het goed is, want die wordt online gegooid. Op dit moment door Deep Silver. Als je zeker weet nog wat gameplay wilt checken, kan je dat daar vinden op die trailer. En dan zie je ongeveer ook wat wij hebben gezien. En ik denk zeker weten dat mensen ook wel echt, ja, toch wel tevreden zullen zijn met wat ze gaan zien. Ik ben tevreden, dus ik vind het goed. Ben je ook tevreden met deze video? Mwah. Matig. En wat moeten de kijkers doen? Oh, dan een duimpje omhoog, dan toch wel. Toch maar een duimpje omhoog. En laat een reactie achter wat jij van Dead Island 2 vindt. In ieder geval vond deze video leuk, dan een groen duimpje omhoog. Willen jullie meer? Abonneer je de volgende keer. En de volgende keer zijn we dan weer terug met een andere Gamescom video. Ja, later. Doei.